Goedendag, ik spreek met Piet en Jenny Bogers. Piet, ook bekend als Boerke Bogers. Ja. En ja, ik ben hier aan de Vossenweg nummer 4 op jullie boerderij. En waarom ben ik hier? Ja, dit jaar, het is al bijna voorbij, maar was het jaar dat jullie familie hier 100 jaar op de boerderij waren, Piet? Ja. Dat is, ja, je hebt dat zelf natuurlijk niet meegemaakt, nee, dat zo oud ben je nog niet. Nee. Jij ook niet, Jenny? Nee. Maar Piet, hoe oud ben jij als ik vragen mag? Ik ben 67. En jij niet, mag ik dat? Jullie zijn even oud. Ja. Wij zijn even oud. We zijn hetzelfde jaar. Want maar Piet, jullie familie kwam hier 100 jaar, ruim 100 jaar geleden op dit bedrijf terecht. Ja. En was het toen al een boerderij of hoe was het toen in die tijd, zover jij weet? Toen was het net eigendom van de familie Kuipers. Mm-hmm. En het had van tevoren even als, het was de boerderij met de naam De Schaapskooi. De Schaapskooi? Ja, en De Schaapskooi die kwam oorspronkelijk van de boerderij van Lindonk. En die was toen eigendom van de familie Melzen. Nou ja. En Lindonk, dat was dan de vruchtbare boerderij. En de zandgronden waren allemaal in die tijd wat minder. En die hadden toch, waren vermogende mensen, de Melzes. En die hadden toch... In 1882 de Schaapskooi opgericht. Oh, ja. En in 1912 is er mijn grootvader, dan was de eerste pachter als pachter. Heet de boerderij nog steeds de Schaapskooi of hebben jullie die naam laten gaan? Nee, wij hebben de naam niet laten gaan. Uh-huh. De Schaapskooi en de oudere mensen, mensen van 80 jaar die praten. Op de Schaapskooi. Ja, dus in dat opzicht is het toch... En die Schaapskooi die werd gekenmerkt door een rieten dak, een oude boerderij. Met een rieten dak de waterput stond binnen. Ja. En er zat een hele diepe fondering onder voor de schapen en winterdag binnen te houden. Oh, ja. En het veiligheidsoverwegen hadden ze die put binnen gezet. Ha! Dus je kon er altijd bij. Ja, bij ons, totdat wij waterleiding kregen in 1959. En toen net de put, we hebben er maar zat, als kinders uit moeten scheppen. Mm-hmm. Want we zijn in 1959 pas aangesloten op de waterleiding. Maar Piet, jij bent hier 67 jaar op dit bedrijf. Ja. Ja, Jenny natuurlijk nog niet. Nee. Want, hoe lang, mag ik dat vragen, hoe lang ben jij hier, langs jullie getrouwd? Vanaf 1970. Eind oktober. Dus dat is goed rekenen, 41 jaar? Ja. Ja, nee, meer denk ik. 43 jaar, ja. 43 oktober. Ja, natuurlijk. 43 jaar. Ja. Dus ja, zo zijn jullie met z'n tweeën hier al die tijd natuurlijk al op de boerderij druk in de weer geweest. In de weer. En jullie hebben ook kinderen? Ja, we hebben er 3. 2 jongens en een dochter. Mm-hmm. Dus... Want jullie 100 jaar boerderij, familie Bogers, hoe gaat dat verder? Want hebben jullie een opvolger in zicht of is dat nog een beetje onduidelijk? Dat is wel duidelijk, maar mijn jongste zoon Peter die is nog ZZP'er. Mm-hmm. En ja, als je toch een bedrijf verantwoord over wilt nemen, dan moet je eerst een goede brug bouwen en dan is je aanwezig. Ja. Want jullie oudste zoon, Sjaak, die boert hier in Nederland vandaan, hè? Die zit in Frankrijk. En gaan jullie daar regelmatig ook een kijkje nemen? Jawel. Maar ja, ook niet te dikwijls. Hij heeft zelf natuurlijk ook een hele drukke boerderij. Mm-hmm. Hij melkt, hij verbouwt alles zelf, hij doet praktisch alles zelf. Dus we zijn wel welkom. Mm-hmm. Ja, maar het is... Maar hij moet toch wel op tijd van huis. Ja. Ja, want aanvankelijk zou Sjaak de boerderij overnemen. Ja. Die dacht toch dat hij meer kansen in Frankrijk zou hebben. Nou, en hij had hetzelfde plan uitgedokterd. Het heeft me wel eens op het hart zeer gedaan. Want om te zeggen, goed. Als je pa, onze Peter had ook nog interesse in om boer te worden of om gedeeltelijk boer te zijn. Hij zei, ik zoek toch Frankrijk op. Ja. Hij zei, er zijn mogelijkheden. En het is een hele onderneming geweest. Hij heeft van de jaren 3, 4 gepioneerd om toch iets goeds te krijgen, te kunnen bemachtigen. Met verschillende
overdreven bezig geweest. Mm-hmm. En hij heeft toch iets goeds kunnen vinden. Ja. En als iets van een andere moet, dat verbeter je toch altijd recht, maar maakt niet uit. Ze zitten daar wel echt op zijn plek. Ja, dat gevoel hebben jullie echt wel. Dat, ja, zij zelf ook. Ja. Het is er mooi. En hij heeft de taal, ze hebben allebei de taal helemaal ze eigen gemaakt. Ze zijn de taal goed machtig. Ja. Allemaal, ook de kinderen zeg maar. Ja. Hey? Dus ja, dat heb je wel nodig. Maar Piet, ja, jij bent natuurlijk hier geboren. Jij bent een boerenzoon zonder twijfel. Hè? En, maar Jenny, jij komt ook van agrarische afkomst natuurlijk. Ik ben ook van boerenafkomst, ja. Ja, jij komt uit Halsteren. Ja, en wij waren dan wel op een andere manier boer. Mm-hmm. Kleinschaliger, zeg maar. Toen destijds al dichter bij de stad, zullen we dat noemen. Mm-hmm. Hey? We gingen ook in de stad naar school. Ja, dan Bergen op Zoom. Ja. Ja. Nou is het gebied natuurlijk ook veel groter. Het is anders. Hé? Maar ja, ik ben de oudste. Ja. En dat heb toch ook wel wat impact gehad. Maar daar heb ik toch altijd mijn voordeel uit kunnen halen. Ja. Ik ben ja. overal aangezet vroeger. Ja. Hé? Ik heb vroeger ook nog jaren van mijn vader met de tractor buiten de polder in gereden. Was jij dat meisje dan altijd met de spuitmachine kwam? Ja, ja, dat was ik, ja. Ik herinner me dat ook goed, ja. En niet alleen spuiten, maar ook erpels planten. Met ons vader, met nog twee zusjes of met iemand anders. Mm-hmm. Hey? En erpels rooi je dan ook weer. Ja, hey? Dus je hebt, Piet, je had natuurlijk een echte vrouw uit de praktijk. Hè? Ja. Dan, maar hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Hoe is dat gelopen? Nou, zoals de meesten, hè? Ja. Op dansles vroeger. Zondagsmiddags was dansles voor de boerenjeugd, mm-hmm. zeg maar. Hey? En zo is het een beetje gekomen. En zo is het begonnen. Ja. Ja, natuurlijk. Hey? Van horen zeggen kenden we elkaar al. Mm-hmm. Want ik was vriendin met zijn nichtje. Hey? En dan, ja, op dansles leer je elkaar wat beter kennen. Ja. En zo is het gekomen eigenlijk. En ook nog wel eens even een onderbreking geweest, maar dat kan. Ja, maar dat kan. Dat komt vaak voor, hè. Dan wordt het des te hechter als je weer terugkomt, hè. Ja, zeker weten. Ja, nee, maar goh, ja, het is toch een heel een mijlpaal dat je familie 100 jaar op zo'n bedrijf is als dit. Ja. Hè, dat schept toch een bepaalde betrokkenheid en bandheid met je bedrijf. Ja. Want we zitten hier op het hart, zou ik zeggen, bovenop de Brabantse Wal. Het is allemaal Brabantse Wal hier. En jullie zijn er ook nauw bij betrokken. Hè? Jullie voelen... Ja. Heel nauw bij betrokken. Ja. Ja. En in welk opzicht? Overal mee. We doen met heel veel, niet met allemaal, maar wel met heel veel festiviteiten mee. Mm-hmm. We zijn sinds gisteren weer met de Brabantse Waldag aan het stoeien geweest. Ja, oh ja, alvast voor 2014. Alvast voor 2014. Ja. Een week later, proef mij. Oh ja, ja. Ook 2014. En dan niet te vergeten, al een aantal jaren, de Boerendag in Woensdrecht. Mm-hmm. Ook op een locatie voor het tweede jaar, hoog bovenop de Brabantse Wal. Ja. En dat is echt heel erg leuk. Het is altijd wel intensief, maar het is wel heel leuk. Ja. En dan krijg je zelf heel veel voor terug. Mm-hmm. Hey? Ja, want kijk, het wordt zo makkelijk geroepen, Brabantse Wal hier, Brabantse Wal daar. Maar jullie zitten er echt bovenop. Hè? Ja. Je bent er helemaal zo... dik bij betrokken. Ja. En je hebt er ook het echte goede gevoel voor. Hè? Je wilt er eigenlijk ook alles voor doen om dat te promoten. Ja, en dat ligt uiteindelijk al een beetje uit de voorgeschiedenis. Want met de familie Kuipers in het landgoed, als het ware. Toen is het naar Brouwers Landschap gegaan. Nou, en die is als verpachter ook goed. Mm-hmm. Hey, en mensen hebben ook een bepaalde instelling. En ja... de verbrede landbouw is zijn inspraak ook gedaan. Ja. En dan, als je jong bent, dan berust je daar anders op als je ouder wordt. Want als je ouder wordt, dan wil je dat toch zeker de winkel doen en verbrede landbouw. Want daar heb je het over. Kijk, jullie zitten op goede grond hier, echte aspergegrond. Ja. En ja, jullie zijn zeer ervaren aspergetelers. Van kindsbeen af ben je ermee opgegroeid, en jij ook waarschijnlijk, ja, Jenny. Ja, ook, ja. Dus ja, daar hoeven jullie niks meer over te vertellen. Nee. En je hebt hier natuurlijk een hele mooie boerderijwinkel aan het bedrijf. Ja. En waar Jenny vooral de producten aan de man brengt, hè? Ja, ja. En ja.
En dan hebben we natuurlijk nog wel een beetje de wind in de zeilen gehad met de toeristische route, de fietsroutes. Vroeger woonden wij echt achteraf, maar tegenwoordig het is hier bijna drukker als op de Antwerpse straat. Ja, want de Vossenweg dat is een onderdeel van een mooie fietsroute natuurlijk, waar ook landgoed Mattenburg bij betrokken is. Dus wat dat betreft, maar zo'n winkeltje, ja, dat is, ziet er keurig uit allemaal. Dat is toch best een hoop werk, Jenny? Dat is best een hoop werk. Ja, en vooral in de aspergetijd natuurlijk. Maar daar hebben we ook weer jonge familieleden die het ook weer leuk vinden. Mm-hmm. Dus dan ben je toch weer hecht. Ja. Hey, die gaan er ook echt voor. Ja. Hey, je kunt wel hulp krijgen. Hey. Maar familie, dat is toch nog wel even anders. Ja, ja, die hebben toch weer wat meer hart voor het totale bedrijf. Daar zit bedrijf. Meer gevoel bij. Ja. Als alleen maar. Hey. Maar we hebben leuke mensen die ons echt kunnen helpen. Hey, waar we ook als het nodig is een beroep op kunnen doen, dat heb je gewoon nodig. Mm-hmm. Want alleen zouden we daar niet gaan doen. Nee. Maar zeker niet nou echt ook alweer zijn. Dan hebben we wel wat meer hulp nodig als vroeger. Ja, dat moet je begrijpen. Hè? Je bent geen 20 meer. Nee. Dat is natuurlijk al de sterkste kant te zeggen van een zelfstandig ondernemer. En als jij zelfstandig een familiebedrijf hebt, dan helpt iedereen mee. Ja, dat heb je sowieso bij dan ook mee opgegroeid als kind eigenlijk. Ja. Allemaal een schouwtje onder en om te zeggen, welpen. Want jullie bedrijf, heeft dat vroeger ook ooit melkvee gekend? Of ja, melkvee van oorsprong melkvee. Maar ook nog toen jullie samen waren? Of, nee, ik weet niet meer, want toen had ik wij loonwerker. Oh ja, want je hebt nog loonwerk gedaan. Ik heb samen eerst met mijn broers. Ja. En toen in 86 zijn we gesplitst. Mm-hmm. Toen zijn ik zelf het loonwerk met andere mensen ook weer gaan doen. Ja, natuurlijk. Ja. En dan past dat melkvee past dat natuurlijk. Nee. Dan en op een gegeven moment onze Jacques, mijn zoon Jacques had dat nog een tijd gedaan. Mm-hmm. En toen heb ik onze Jacques die deed. En als je in de loonwerksector en kom veel kijken, nou, dan ben je met de 55 ben je ongeveer wel mee klaar. Ja. In de loonwerksector. Ja, natuurlijk. En Piet, de gebouwen hier zoals die er nu staan, die zijn niet 100 jaar oud, hè? Die zijn niet 100 jaar oud. Nee, er is hier niks 100 jaar. Nee. Alleen die grote fruitboom, die perenboom en dat bakhuisje. Voor het huis. Dat is van 1882. Ja. En de rest is van 1972. Mm-hmm. De schuur is zelfs nog jonger. Het is van de eind jaren 98. Ja. Maar want jullie bedrijf op dit moment, het boerenbedrijf, dat is tuinbouw en akkerbouw? Tuinbouw en akkerbouw. Ja. Ongeveer een hectare of 10 grove tuinbouw met asperges en wat bonen. En voor de rest is akkerbouw, granen, graszaad, suikerbieten en aardappelen. Ja. Maar je doet het allemaal nog grotendeels, in je eentje met behulp van je zoon en van Jenny? Grotendeels, ik doe het akkerbouw en mijn schoonzoon doet dus spuitwerkzaamheden. Onze Peter valt overal bij hem. Die is ZZP'er en die kan wel eens een vrije periode krijgen van een paar weken. En dan help je in de kraanoogst en in het voorjaar. Ja. Ja, want het is wel heel leuk gegaan, want op een zeker moment zijn jullie hier nog weer verhuisd. Hè? Ja. Toen Sjaak op het bedrijf zat. We hebben op Borgfiet gewoond. Ja, en dan was het natuurlijk wel een enorme overgang als je dan van de boerderij daar naartoe moet. En toen kwam hij weer terug omdat Sjaak naar Frankrijk ging. Ja, maar ik zat met Sjaak in maatschap. In die periode was je toch elke dag terug. Ja, je was er toch elke dag. Ja. Maar wij vonden toen gewoon dat hij met zijn kinderen op moest groeien. Ja. En hij bleef hier eten. Ja. Maar er was geen punt. Nee. Maar hij zat bij zijn vader en moeder en hij had een gezinnetje. Ja. Dus ik zeg, nou schat, wat denk je ervan? Ja. Zullen we het maar eens niet omdraaien? Heel verstandig. Hé? Ja. Als je zit te eten, zit je bij je gezin. Ja. En dat hebben we toen een aantal jaren gedaan. Mm-hmm. En toen wilde hij naar Frankrijk. En toen zijn we weer gewoon leuk teruggekomen. En dat was voor jullie geen straf natuurlijk. Dat was nee. Het kostte weer wel aanpassing, uiteraard. Mm-hmm. Dat is met zoveel dingen. Ja. Maar ik heb er geen spijt van. Echt niet. Nee, ik geloof het. Nee. En Jacques ook niet gezegd, Jacques die is zo ver geworden in Frankrijk dat
Dat is een Franse boer en hij maakt het goed. Hij met zijn gezin en financieel heeft ook een goede boterham. Dus hij zegt, pa, goed, Nederland, ik ga toch verder in Frankrijk. Ja, nou prima toch? De toekomst ligt daar. Ja. En daar is hij heel blij mee ook en de pionier die heel sterk nog ook. Ja. Want hij heeft er al zoveel veranderd en verbeterd. Je ziet onder andere al van... Kun je zien dat een Hollander op zit? Ja, daar zit een man met ondernemingslust op. Ja. Want vroeger in Frankrijk denk ik dat ze de een of ander halve sneekeraar zaten, maar onze Jacques had er ondertussen nog wel drie. Ja, ja, ja. Ja, hij geeft nog een goed voorbeeld ook eigenlijk. Ja, dat zou ik zeggen. Ja. Hij geeft een goed voorbeeld. Maar dat kunnen onder Hollanders zien. Er zijn ook wel wat mindere mensen die, maar hij is een echte Hollander. Maar ik heb wel eens gehoord, jij bent ook nog leerboer, hoe noemen ze dat? Van, dat je scholen ontvangt en daar heb ik dan een praktijkopleiding voor gedaan, want dat was de stagiaires van die scholen. Uh-huh. Nou, en ik heb verschillende jongens aspergeteelt geleerd en ook veel jongens. Tractorleren rijden. En ik heb ze nog gehad dat ik nog techniek gevolgd. Dat ze nog wel konden sleutelen, want ja, ze werden allemaal voor een loonwerksector of beroepsmatig voorbereid. Hè? Mm-hmm. Maar ja, als je natuurgebieden kunt sleutelen, dan ben je voor de loonwerkers ook wel waard. Ja, ja. Want het is altijd leeguren en als je maar linksaan begint, dat gewoon niet. Maar als je dan technisch bent, dan heb je altijd werk. Het is, vandaag is het 22 november 2013. En het boerenjaar zou je kunnen zeggen is bijna voorbij, hè? Want de gewassen zijn een beetje van het land. Ja, en hoe kijken jullie er tegenaan? Ja, ik snap wel dat alles nog niet verkocht is misschien, maar dat is het een redelijk boerenjaar geweest? In alle opzichten voor jullie? Een heel apart jaar. Ja. We hebben er, vinden we zelf, heel veel van moeten doen. Maar... mopperen? Nee. Het komt zo het komt. En dan moet je je eigen tobbe neerleggen. En volgend jaar, wat niet goed gelukt is, probeer je beter. Want het meeste is wel goed gelukt. Dat is een hele wijze boerenwijsheid dus, ook, hè? Ja, het komt zo het komt. Ja. Ja. Soms, vroeger als je jong was, dan wil je alles naar je hand zetten. Mm-hmm. Nee. Maar dan zijn we steltjes al achtergekomen, dan gaat niet lukken, nee. Met een hand zetten, zoals jij niet zegt, dat gaat als boerenbedrijf niet. Want de natuur speelt natuurlijk een belangrijke rol. Ja. En ik heb altijd het spreekwoord aangevoerd. Hoor je als de zon schijnt. Hoor je als de zon schijnt en die het nat maakt het ook weer droog. Ja. Want het water van het land afscheppen, dat gewoon niet. En met een stofzuiger opzuigen ook niet. Dus de natuur moet het regelen. Ja. En dat is een beetje een woelig jaar geweest wat natuur betreft. Ja. Koud begonnen, aspergeteelt wat later. Ja. Later gestart overal mee. Ook de akkerbouwproducten laat gestart, maar we hebben er een goede zomer bij achter gehad. Mm-hmm. En wanneer heb je goede grond? Nou, ik heb wel goede grond, maar ook nogal droogtegevoelig. En ik kan ook overal niet op dezelfde datum mee met regeninstallatie zijn. Nee. Ik heb al twee aspels, maar... Dat is een grens, moet je af gaan wegen, is het nog rendabel? Ja. Hey, want met dieselolie aan een hoge prijs valt dat toch, is dat gauw uitgericht. Mm-hmm. Maar goed, het is heel leuk om eens te horen hoe dat bij jullie allemaal is toegegaan zo in de tijd dat je hier op de boerderij was. 100 jaar is een eeuw, hè? Dat is duidelijk. Ja, er komen nog meer jaren die volgen. En, maar jullie boeren nog steeds. Met heel zolang veel plezier. Het nog allemaal gemakkelijk gaat, lichamelijk zeg maar dan. Hey? Want dan blijf je het wel met plezier doen. Ja. Zolang je er plezier in hebt, gaat dat goed. Ja. Hey? En Tuurlijk. En onze Peter, dat is zeker de opvolger. Maar hij moet zijn eigen gewoon sterk maken om te zeggen, want hij zal toch aankloppen aan de Rabobank. Maar je moet zijn eigen sterk genoeg maken met een, geen te grote financiering. Nee, heel hij zei, het moet voor mij een lust blijven en geen last.
Maar het is heerlijk dat hij nog zulke vitale ouders heeft, hè, die ja, nog zo graag eigenlijk de boerderij runnen. Ja, 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 en dat is toch wel handig, want jullie kunnen de zaak mooi ja, aan de draaiend houden op een goede manier. Ja, draaiend houden, maar ik ben natuurlijk wel heel blij met de hulp van mijn schoonzoon. Ja, uiteraard. Hey, ja. Want ja, die mannen die... Maar ja, dat is toch tegenwoordig, hè. Je kunt niet alles alleen meer doen, hè? Ja. Hey, en dan heb je nog wel natuurlijk, ik heb altijd in de loonwerkfactor gezeten. Dat was niet meer, want er zijn zaken, andere dingen als tractor rijden, maar natuurlijk, maar dat doe ik graag en dat ken ik ook goed. Ja. En iets wat je goed kent, dat geef je zomaar niet. Nee. En dan? Nee. Ja, ik zou zeggen, ga zo door, ja, geen 100 jaar meer, hè? Nee, maar dat zou ook niet nodig. Dat zou je van harte gegund zijn, maar. Dat zal niet meevallen. Nee, en we zijn goed gezond en ik ben blij dat mijn kinderen allemaal een goede boterham en de familieband met allen is fantastisch goed. En, dan moet je samen naar werken. Ja, want ze noemen jou zo, dat is wel mooi, Boerke Bogers. Ja, ja. Ze hebben jou nooit boerin, Jenny genoemd. Nou, roepen ze wel eens af en toe, maar niet zo gauw, hè. En de Boerke Bogers, dat heb ik dan, de naam noem ik niet, heb ik van een ander boerke en die ging je ook Boerke noemen. Ja. En goed, ik dacht aan mijn eigen, nou goed, als een naam die heb ik helemaal. Maar het is een mooie naam, hij is algemeen ingeburgerd hier in Bergen zo en omstreken. Ja. Het is een merk, hè? Ja, juist. Nou, hou het zo. Ik zou zeggen, hartelijk dank voor dit gesprek. Ja, goed zo. En nog veel succes in de komende jaren. Ja, dankjewel. Dankjewel, hoor. Ja, ik ben hier nou, jullie hebben hier een tableau helemaal met echte wintergroenten liggen, Piet, zie ik ja, wel. Ja, ja. In de winkel. Prei, ja, witloof, kolen. Ja, uien, juin zeggen ze hier. Ja. Hè? Maar als de R in de maand zit, dan starten wij met wintergroenten. Want ja, dat gaat door de echte soep maken en dan kun je alles ja, en in de wildtijd stevige kost. Ja, stevige kost. In het nooien rij je stevige kost nodig. Ja. Zeker in de maanden met de wintermaanden. Mm-hmm. Nou, dat doen de mensen ook heel graag. En ook verschillende soorten aardappelen, 4 en 5 soorten. En frietaardappelen. En die is... Kijk, want dat hoort er ook al bij, hè? Ja. Er zijn nog een boerenkooltje voor je ingezet, hè? Ja. Zijn er nog mensen die ze echt gaan komen snijden? Of zijn ze voor het gemak dat ze zeggen nou... Geen normale vrouw om een boerenkool hebben en wel de ook. Ja, ja. Om een rooikool. Maar ja, jullie toptijd voor de winkel die is natuurlijk in de aspergietijd, hè? Dat is in de aspergietijd. Ja. Oh, het is wel lekker dat het nog wel rustiger is, dan kun je andere dingen weer eens oppakken. Ja. Daar je dan geen tijd voor maakt. En ik zie biologische handappels, moesappels en Piet, je vertelde die komen uit Woensdrecht. Die komen uit de oudste fruitboomgaard. Van Woensdrecht, van de familie De Dood. En dat wordt dus nu beheerd door vrijwilligers van de gemeente Woensdrecht. Ah ja. En dat zijn allemaal ex-fruitkwekers die er afstand hebben. Ja, ja, ja. En die bomen, ook al zijn ze zo oud, die dragen nog steeds elk jaar weer vrucht. En daar zitten ze ook nog op die oude rassen. Willen ze een beetje terug hebben en daar zitten ze te enten en te stekken om voor die oude rassen. Ja, ja. De aardappelen die komen van het zand, die bakken het beste voor de friet. Ja, ja. Een drogere structuur. Zie je nog de echte bintje erbij? Ja, dat zijn de zandbintjes. En de Lady Anna? Dat is een ras van Lambert Wessel. Ja. Hey. Dat zijn weer meer nieuwe rassen. Nou, en de eierenwinkel nog gewoon een heel jaar door. Ja. Maar de winkel is het hele jaar door open, Jenny, hè? De winkel is ongeveer het hele jaar open, maar in het najaar, maandag en dinsdag, niet. Nee. Als de mensen komen, dan helpen ze wel. Hey? Maar verder, doe het gewoon eventjes van kalmer aan. Mm-hmm. Hey? Weer nieuwe energie opdoen voor volgend jaar. Dat moet ook zo, hè? Ja, dat is natuurlijk ook zo in deze boerderijwinkel, dat er mensen kunnen zijn die zeggen, ja goh, we willen eens wat origineels met kerst aan een goede bekende geven, met een natuurproduct, Jenny. Ja, en dan heb je hier een heel mooi verpakkingsmiddel staan, een mooi tasje ja. met Christmas, Merry Christmas en daarin een lekkere stevige
ja, laten we zeggen, boerenkost die ze eventueel thuis vlagen. Ja, het kan een kleine tas zijn, of we hebben ook grote tassen. Ja, ja, uiteraard. Afhankelijk van met hoeveel mensen dat ze zijn. Ja, dat hangt er helemaal vanaf. Ja, oké. Het tasje is natuurlijk ook, je kunt het nog een keer hergebruiken. Het is geen weggooi, nee, maatschappij meer. Dus daar spelen we nog mooi op in. Mm-hmm.